De tip van deze maand gaat over het uitstellen van het verzenden van een nieuw mailbericht. Door onze snelheid gaan er soms dingen fout. Zo gebeurt het mij regelmatig dat ik een bijlage vergeet mee te sturen met een mailbericht. Of ik heb net een mailbericht verzonden en denk van, oh, dit had er eigenlijk ook nog bij gemoeten. Daarom heb ik sinds kort een instelling dat mijn verzonden mail nog eventjes in mijn postvak uit blijft staan. Ik heb dat geregeld met een zogenaamde regel. Op het tabblad bestand zie je hier een knop regels en waarschuwingen. En daar zie je die regel staan. Deze regel wordt uitgevoerd als ik een bericht heb verzonden en de aflevering wordt dan 1 minuut uitgesteld. Hoe heb ik die regel gemaakt? Ik zal hem eerst even verwijderen. Als je een regel wilt maken, ga je dus naar het tabblad bestand. Je kiest voor regels en waarschuwingen. En vervolgens zeg je dat je een nieuwe regel wilt maken. De wizard regels helpt daarbij. Wanneer wil ik deze regel uitvoeren? Ik wil deze regel uit laten voeren op berichten die ik verzend. Dat kies ik. Vervolgens klik ik op volgende. Aan welke voorwaarden moet het bericht voldoen om voor deze regel in aanmerking te komen? Ik wil het laten uitvoeren voor al mijn verzonden items, dus ik specificeer hier niets en klik direct op volgende. Hij zegt nog even, weet u het zeker? Het wordt toegepast op elk bericht. Ja, dat is correct. Wat wil ik met dat bericht doen dat ik net verzonden heb? Een aantal opties en de onderste heet aflevering van het bericht een aantal minuten uitstellen. En dat aantal minuten kan ik hieronder specificeren. Klik, ik wil hem 1 of 2 of 3, 1 minuut uitstellen. Oké, dat vult hij hier dan ook in. Volgende stapje, zijn er eventueel uitzonderingen? Nee, ik wil het voor alle berichten laten gelden, dus ik kies hier geen uitzondering. Volgende, hij vraagt om een naam voor deze regel. Verzending 1 minuut uitstellen bijvoorbeeld. Deze optie is ingeschakeld, dat hou ik zo en ik klik op voltooien. Die regel, die is er nu. Ah, ik zie dat ik een typfoutje gemaakt heb. Ik ga deze regel even de naam wijzigen. Dat moet niet zijn. Zo is beter. Oké. Ik keer weer terug hier naartoe en ik zal het even laten zien. Ik maak een nieuw mailtje. Dat verstuur ik naar mijn collega. En ik ga het versturen. Normaal gesproken komt hij dan vrijwel direct in het verzonden items terecht. Maar je ziet dat hij hier nog staat in het postvak uit. Ben ik nou iets vergeten? Zolang hij nog hier in het postvak uitstaat, kan ik erop dubbelklikken. Kan ik hier nog wat bijtypen, bijlagen bijvoegen. En als ik hem verzend, staat hij weer opnieuw in het postvak uit. En daar blijft hij 1 minuut in staan. Daarna wordt hij vanzelf verzonden en gaat hij dus in mijn verzonden items terechtkomen. Ik zal even wachten tot er 1 minuut voorbij is. En je ziet, hij is verdwenen en hij is terug te vinden in mijn verzonden items. Tot zover de tip van deze maand.